In een verlaten Singularenmuseum hangt nog steeds de tentoonstelling Spiegel van de Ziel eigenlijk te wachten tot we weer open gaan en je hier kunt komen. Maar nu vast, een tipje van de sluier, dit schilderij van Theo Molkenboer, een ode, eigenlijk een prachtig portret van zijn moeder toen ze 47 jaar oud was. In 1895 maakte hij het. In een tijd dat vrouwen eigenlijk begonnen aan een emancipatie, zet hij zijn moeder letterlijk op een voetstuk. Op een prachtige stoel gezeten, in het eigenlijk midden in haar domein, voor de linnenkast. En zoals u ziet is het een rijk gevulde linnenkast. En dat kwam omdat zij 14 kinderen had, een enorm gezin. Het was een katholiek gezin dat zij eigenlijk moest nennen, om het maar zo te zeggen. Nou, je kan er veel over zeggen, maar vooral goed kijken, want het is zo'n prachtig opgebouwd schilderij met al die stapeltjes, die hele mooie symmetrische opbouw. En die blik wordt van beneden via het tapijt zo naar boven gebracht, waar het gebeurt, namelijk de geconcentreerde blik van de moeder van Theo Molkenboer, die bezig is om iets te verstellen voor al die kinderen. Die liefdevolle aandacht, die verstilling, die rust in haar eigen domein, dat is het onderwerp van dit prachtige schilderij. Theo Molkenboer, portret van zijn moeder.